Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia rechtstreeks. Het is natuurlijk een voorrecht dat je de gelegenheid krijgt en ook de ruimte hebt om dit soort dingen te kunnen doen. En ik vind het ook lekker om even met u achter de schermen, zoals we dat ook op de televisie doen, even mee te laten kijken hoe gaat alles in zijn werk. Het is altijd wel fijn om twee dingen tegelijk te kunnen doen. En daarom vind ik het prettig om gelijk een opname te maken voor de CD. En gelijk een opname te maken voor een DVD. Dat kan met deze mogelijkheid die ik heb. En deze keer ga ik met u praten over een heel belangrijk onderwerp. Nou zijn alle onderwerpen belangrijk, maar soms steekt er eens één bovenuit. Heb u er wel eens nagedacht over uw vijanden? Ja, u zult zeggen, vijanden? Ik heb helemaal geen vijanden. Nou, dan vertel ik u nu dat u zich heel daar ergelijk in vergist. Ik zal u aantonen vanuit de schrift dat ook u een vijand heeft en meerdere. Daarom is de titel ook van deze studie, en die gaat in meerdere afleveringen, Ken uw vijand, kort en krachtig. En voor het eerste gedeelte lezen we uit de brief van Petrus, de eerste brief, hoofdstuk 5 en de eerste 14 verzen. Ik roep altijd op om mee te lezen in uw Bijbel. Ik geef Bijbelstudie en ik hou geen praatjes voor de vaak. Mijn onderwerpen zijn altijd uiterst belangrijk en zeker voor deze tijd waarin wij leven. De wereld staat in brand. Dan hier, dan daar. Maar we zijn er zo door afgestompt dat we het eigenlijk helemaal niet meer doorhebben. We leven in een tijd waarvan de Heer Jezus zegt dat hij gaat terugkeren naar deze wereld. En voordat hij terugkeert, zal er een grote chaos zijn, oorlogen, rampen, te veel om op te noemen. En een van die rampen is dat wij een grote vijand hebben die wij niet kennen. Petrus schrijft daar ook over. Hij schrijft: de oudsten onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuig van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden. Hoed de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije wil, naar de wil van God, niet uit schandelijke winst, zucht, zoals die Amerikaanse predikers doen, die op onze Nederlandse televisie te vinden zijn, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudden. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo, gij jongeren, onderwerp u aan de oudsten, omgort u allen jegens elkaar met nederigheid, want God is wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge ter zijne tijd. Nu komt het. Een tekst waar veel over gesproken is, maar weinig van is uitgelegd. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Die tekst ken ik heel goed. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. We hebben heel veel bekommernissen. En ik weet het uit ervaring. Als ongeneeslijk zieke dialysepatiënt weet ik wat het is om de veel bekommernis te hebben. Het is een rotziekte. Het geeft veel ellende. Je wordt hartstikke moe. Je wordt moedeloos. Daar kan ik een heel boek over schrijven. Maar ik heb gekeken naar het volgende. Hij zorgt voor u. En dat is ook wat ik elke keer ontdek. Hoe God voor mij zorgt. En dan gaat Petrus verder. Word nuchter en waakzaam. Want je kan als je voor altijd ziek bent, dan kan je wel eens moedeloos worden en dan word je niet meer waakzaam. Dan ga je klagen en mopperen en moet je niet doen. Want hij waarschuwt ons. Het is 2000 jaar geleden waarschuwt Petrus
uw tegenpartij, en er staat er even een komma, de duivel, dat is dus de tegenstander van God, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dus hij gaat rond om ons te verslinden. Ik denk dat heel veel mensen de schouders een beetje ophalen. Nou, wat wil je er nou mee zeggen? Maar je komt er wel achter als je in de grote problemen zit. Wederstaat hem. Vast in het geloof. Dus vast in het geloof. En geloof is een gave die God je geeft. Als je tot wedergeboorte komt. Dus je kan die strijd voeren en je zult hem altijd winnen. Weten dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Dus wij zijn niet de enigen die lijden. Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Want dat is wat er komt, de eeuwige heerlijkheid. Hij zal u na een kort tijd van lijden, moet je goed opletten, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die naar ik neem voor u een betrouwbare broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen dat dit de ware genade van God is. Daarin moet gij vaststaan. U laat de mede-uitverkoren te Babylon groeten. En mijn zoon Marcus groet elkaar met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus zijt. Mogen de Heer zijn woord aan uw harten zegenen. Ik wil graag met u praten over het onderwerp: ken jij jouw vijand? We lezen nog een keer de verzen 8 en 9. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Let goed op. Als jij je vijand kent, betekent dat jij de helft van de strijd al gewonnen heeft. De apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de Korintiërs in 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11. Dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat Satan op ons geen voordeel mocht halen. Want, zegt hij, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Zodat jullie door Satan niet bedrogen mag worden. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. De last die op mijn hart ligt is dat Gods volk met de plannen van de duivel onbekend zijn. Er gebeuren vandaag dingen die in mindere of meerdere mate nooit hadden moeten gebeuren. Als wij de werken van de plannen van de duivel gekend hadden. Ik zal in 3 bijbelstudies daarover gaan uitweiden. Zodat de Heere onze ogen kan openen. Voor deze studie is het nodig dat 2 van deze studies moet lezen over die wij hebben over engelen en duivelen. Is bij ons te verkrijgen. Wij beseffen niet genoeg in welke strijd wij zijn gewikkeld. Ook beseffen wij niet genoeg wat er in de wereld aan de gang is. Al zouden wij beseffen dat wij de laatste der dagen leven waarin Satan zijn allerlaatste poging zal aanwenden om Gods volk te misleiden en zoveel mogelijk slachtoffers wil maken. Zoals dat nu gebeurt met de moslims, terrorisme is die dood en verderf zaaien in de wereld. Alleen de kracht van God kan verlossen. Als wij Gods woord kennen en, wat belangrijk is, gehoorzamen. Ik begin met een illustratie. Als een circus bij u in het dorp of stad zijn tenten opslaat en als er dan plotseling een leeuw zou ontsnappen en de nieuwsgierige mensen in de buurt van dat circus zullen dan alle kanten opvluchten. Het eerste wat een ouder denkt is, waar zijn mijn kinderen, want die willen zij in veiligheid brengen. Nu, Gods kostbare woord zegt duidelijk dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw om te kijken wie hij kan verscheuren. Mijn vraag is nu, waar is de waakzaamheid van onze ouders tegenover onze kinderen? Zijn er zoveel verschillende manieren waarmee Satan werkt? Laten wij eens kijken naar het verleden.
sta eens stil bij de fenomenale opkomst van het communisme. In het bestek van 63 jaar, dat was in 1980, heeft het communisme meer volgelingen gemaakt dan het christendom heeft gedaan in 2000 jaar. Lenin begon met een paar fanatieke volgelingen en werd een van de machtigste landen in de wereld. Door dit vervloekte systeem is Zuid-Afrika ten onder gegaan. Waar komt dit vandaan? Het boek Openbaring zegt duidelijk dat er geesten van duivelen uitgezonden worden om de wereld te veroveren. Dit is een voorbereiding voor de grote slag, oftewel de oorlog van Armageddon. Onze mensen zijn absoluut niet van op de hoogte, het wordt zelfs verzwegen in de kerk vandaag. Nog nooit was het mensdom in zo'n verschrikkelijke, meedogenloze strijd gewikkeld als het nu het geval is. De duivel weet dat dit zijn laatste kans is. En daarvoor kijken we in Openbaring 12, vers 9 tot 12. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht van het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen, let op, door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen en wie daar wonen. Wee de aarde, de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Hier gaat het om dezelfde figuur die in de tuin van Eden die Eva te val gebracht heeft, en daarmee het gehele mensdom. Sta hier eens bij stil. Onze Bijbel gebruikt de term slang en dat is een foutieve vertaling. In het Hebreeuws staat het woord nagas. Een betere vertaling zou zijn een schitterend, betoverend wezen. Het was een prachtig mannelijk persoon die de wereld nog nooit had gezien. Dit was de duivel zelf. Apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthië, in Korinthiërs 2, vers 11 tot 14. Nee, hoofdstuk 11, vers 14, dat is heel belangrijk. Geen wonder ook, dan doet hij er een uitroepteken bij, immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Veel mensen hebben dit in hun Bijbel gelezen. Bedenk, nou ja, dat is maar een Bijbelvers. Dit heeft geen indruk op hen gemaakt. Het gevolg is dat de duivel ongestoord kan voortgaan met zijn werk om ons te vernietigen. Vers 9 van ons gelezen tekst uit Openbaring 12, we lezen het nog een keer. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan die de hele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. In deze tekst zien wij dat er ontelbaar veel engelen met hem mee op aarde zijn geworpen. Een derde van alle engelen. Het volgende vers zegt ons, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggende, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Dat is de Heer Jezus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklagen voor onze God, is nedergeworpen. Ik heb een studie met de titel Wat ik vrees overkomt mij. Daarin wordt behandeld dat de duivel een grote, geraffineerde verleider is die zijn weerga niet kent. Zijn slagijzers zijn berucht. Hij zal jou op dezelfde manier verleiden als de volmaakt geschapen vrouw van Adam, die volmaakt uit de handen van God was gekomen. Er zijn bewijzen in Gods woord dat Adam een zeer intellectueel wezen was. Hij was iets minder geschapen dan God zelf. Als nu Satan deze twee volmaakte Adamieten een rat voor ogen kon draaien, als wij dit zo mogen noemen, dit is echt gebeurd, hoeveel te meer voor u en mij.
De duivel is uit de hemel geworpen nadat hij in opstand was gekomen. Hoe gaat hij te werk? Als hij jou een rad voor ogen heeft kunnen draaien om jou tot zonde te verleiden, dan blijf jij achter met een schuldcomplex. Wat doet Satan verder? Hij klaagt jou aan bij God. Hij verandert zich in een openbare aanklager van een rechtbank. Pas op, het gaat hier niet om een sprookje. Dit is pure werkelijkheid. Ons bestaan wordt bepaald in het onzienbare. Daar woedt de werkelijke strijd. Daar wordt de nederlaag geleid, maar ook overwinning. Nogmaals, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggende: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalde. Want de aanklager van onze broeders, de Satan, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God. In de kerken wordt gesproken en geschreven over de wederkomst van de Heer Jezus. Er gaat bijna geen dienst voorbij onder kinderen Gods daar niet over gesproken of getuigen van komt. Dat de komst van de Heere voor de deur staat. Dat moet ons wijzen op die terroristische aanvallen en versnelde verarming in de economie en grote inflaties en de grote goddeloosheid onder het volk. Om in ons eigen land te blijven. Ja, inderdaad, de komst van Israëls koning is vlakbij. En daarbij is er ook een grote woede van de duivel aanwezig. Grote zonden onder ons volksgenoten, maar pas op uzelf, dat u niet wordt afgewezen. Want in Matteüs 25 vers 41, want dan zegt hij, Jezus, ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggende: gaat weg van mij, gij vervloekte, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Daar wilt u toch niet bij horen? De duivel is zich goed bewust dat zijn einde nadert, en dat is dat de Heere hem en zijn engelen zal werpen in een poel van eeuwig vuur. De duivel zegt: ik wil niet alleen daar zijn. Ik zal mijn vernietigend werk voorzetten, zoveel als mogelijk is. En daar is hij vandaag mee bezig. Dit gebeurt voor onze ogen, maar ons volk is er blind voor. Dat staat in 2 Korinthe 4 vers 4. Ongelovigen wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Ons volk is een christendom dat is blind geslagen. Wie heeft ons blind geslagen? Niemand anders dan de duivel zelf. Daarom zegt de apostel Paulus in deze tekst die hij aan hen geschreven heeft: dit moet ons waakzaam maken en wakker worden. Men kan het dagelijks zien op de tv. Moord en doodslag, echtscheidingen, verslaafde jonge mensen en oud, jong en oud, kindermoord op ongeboren kinderen. Er is zoveel om hier te noemen. Gaat de duivel hier niet rond als een verscheurende en verslindende leeuw? Wat doen wij daartegen? Liggen wij op ons aangezicht voor God? Ik heb al eerder opgemerkt: ken jij jouw vijand? Hoeveel van ons hebben geleerd om Gods woord te verstaan? En hoeveel van ons hebben geleerd om de werken van de duivel te verslaan? De duivel is een moordenaar. Er is geen genade bij de duivel te vinden. De duivel is een leugenaar en een verwoester. Alleen het bloed van Jezus kan zijn werken tegenhouden en uitschakelen. Het is nog altijd het bloed van Jezus en het woord van God dat een zwaard van de geest is. Wij overwinnen alleen door de naam van Jezus. Het zijn die drie dingen waarmee wij overwinningen overwinnen. Halleluja! Ten ondergang komt, zoals de profeet zegt, hun ondergang komt. Dat is belangrijk. Hosea 4 zegt, vers 6 zegt, God zegt: mijn volk, en dat is Israël, en daar behoren wij toe, gaat te gronden door gebrek aan kennis. Zeg eens, gebrek aan kennis. We hebben een man op de maan gezegd.
en sporen zijn er nog steeds te vinden. Gebrek aan kennis. We kijken naar onze televisie. We kijken naar een radar om het gevaar te onderkennen. En we zijn nog veel slimme uitvindingen geweest. Waarom kennen wij de streken van de duivel niet? Hoe kunnen wij de duivel weerstaan? Paulus zegt dat ik Jezus moet kennen in zijn opstandingskracht. Wanneer Jezus komt, komt hij om Satan te grijpen, om hem vast te binden voor 1000 jaar. De duivel weet dit, daarom is hij extra bezig, terwijl de gemeente van Jezus slaapt. Nu is het de tijd van de lauwe gemeente van Laodicea. Deze gemeente is niet vol met de Heilige Geest. Het is juist een zeer grote groep van ongelovigen. Ik heb het al een paar keer in mijn studies gehaald. Nederland zegt is 60% niet meer te geloven in God. Openbaring 11, vers 15 tot 18. En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen door onze Heer en aan zijn gezalde, en hij zal als koning heersen tot in eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard, en de volkeren waren toornig geworden, naar uw toren is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om hun loon te geven aan uw knechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en de grote, om te verderven. Wie de aarde verderven. Daarom zegt Psalm 2 vers 1, waarom woelen de volkeren en zinnen de natiën op ijdelheid? U kunt dit dagelijks op de tv zien en lezen in de kranten. Gods woord is altijd op datum. Wie maakt de duivel gek? Wie maakt de volken vol toren en woede? Het is de duivel die hen opstookt. Kijk maar in het Midden-Oosten en een aanval op Europa, waar Gods uitverkoren volken van Israël wonen, oftewel het huis van Israël, de 10 stammen. Mijn vraag is, weten onze politici dit? Wat kunnen en moeten wij doen? Efeze 6 vers 10 tot 12. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheerser der duisternis. Dus hier wordt elke keer in meervoud gesproken. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Hoeveel christenen doen dit? Kennen en onderkennen zij deze geestelijke strijd? Een worstelstrijd is van man tegen man. U kunt niet ontsnappen aan de duivel als u hem niet bestrijdt met Gods wapen. Het woord overheden in het Grieks is argas. Dat betekent een belangrijke vorst. Dit is wiens gebied een grootste gedeelte van de aarde beheerst. En waar die naties wonen die in Psalm 2 vers 1 genoemd worden. In de dagen van Noach waren er veel valse engelen die de gedaante van mensen hadden aangenomen. En deze vermengden zich met de dochters van Adam. In de tijd van Lot waren er 2 engelen die Sodom en Gomorra moesten vernietigen. Zij waren in de ogen der mensen gewone mensen. Het ging om de vernietiging van homo's. Deze 2 mannen, engelen, plukten Lot uit hun huis en sloegen de anderen met blindheid. U kunt dit verhaal in uw Bijbel lezen. Voor de moderne mens klinkt dit als een sprookje. Laat dit voor maar wat het is, als een story klinken. Maar het is wel de werkelijkheid. Deze personen in Efeze 6 zijn engelen die menselijke gedaanten kunnen aannemen. Dit zijn zij die over de genoemde gebieden heersen over de aarde. We gaan eens kijken hoe dat werkt. Zij werken in een soort piramide. Bovenaan Satan,
overheden, machten, wereldbeheersers, demonen en duivels. De eerste laag van de piramide onder de duivel is Argas. Dit zijn de voornaamste heersers over grote gebieden van de aarde. Poetin over Rusland, die over China, die andere over Amerika, enzovoorts, enzovoorts. De tweede laag van de piramide zijn de machten. Het woord machten komt van het Griekse woord exousias, wat autoriteit betekent. En het voornemen is of hoogwaardigheid bekleders, die onder de verschillende overheden staan, zoals ministers met verschillende departementen. Rutte, zijn ministers, Tweede Kamer, enzovoort. De derde laag van de piramide zijn de wereldheersers van de duisternis van deze eeuw, Efeze 6 vers 12. Dit is een bediening van bedrog en misleiding om het verstand van mensen te verduisteren, vooral van diegenen die anderen hun denken beïnvloeden, wat elke dag gebeurt. Demonen gebruiken bekende schrijvers en predikers om die te beïnvloeden. Met andere woorden, zij spreken onder de leiding van demonen. Dus brengen zij een ander evangelie. Bijvoorbeeld de organisatie van Maasbach, je kent ze wel van Amerika, die predikers die naar Nederland uitzenden op SBS6, enzovoorts, enzovoorts. Er zijn ook heel veel van die Nederlandse predikers die hetzelfde doen. Hun evangelie is vals, staan onder de leer van demonen. In 2 Korinthe 11 vers 3 en hoofdstuk vers 14 en 15. Nu goed luisteren wat Paulus zegt, maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en louter toewijding van Christus afgetrokken zullen worden. Dus de toewijding van Christus wordt door die valse herders afgeleid. Zo wordt u misleid. Bijbelvertalingen worden elke keer vertaald, worden dingen weggelaten, andere dingen toegevoegd. Zo wordt u misleid. Paulus gaat verder, maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleiden, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. In het begin van mijn bekeringstijd heb ik onder vele groepen en dingen, wij gingen vroeger overal naartoe, mijn vrouw en ik, als er maar evangelie gepredikt werd. En ik kwam er langzaam maar zeker achter dat het niet klopte met het woord toen ik bijbelstudie ging doen. Nu, na 40 jaar later, weet ik wel beter hoe die duivel werkt. Het is dus niets bijzonders in dat ook zijn dienaren, predikanten, evangelisten, theologen zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Kijk maar bij de EO, kijk maar bij de KRO en de NCRV met hun zogenaamde christelijke programma's. Maar hun einde zal zijn na hun werken. Kijk naar het einde van die grote predikers. Verdeeldheid, ruzie en ellende. Ze worden zelfs schat hemelrijk en ze bereiken niks. Na zoveel jaar evangelieverkondiging op de wereld is de wereld nog nooit zo slecht naartoe geweest als nu. Er moet bij uw lampie aangaan. Als het nou werkelijk dienaren van God waren geweest, dan waren al die landen tot geloof en bekering gekomen. Hoeveel kerken hebben wij niet in Nederland? Hoeveel evangeliecampagnes zijn er niet gehouden? Allemaal met een slecht evangelie. Met het resultaat is dat onze kerken leeglopen. 60% van ons volk gelooft niet meer. Dat komt omdat ze de kracht en het ware evangelie van Jezus, de gezalfde koning van Israël, nooit hebben gehoord. Let op hun einde. Als u dit gedeelte gelezen heeft, dan begrijpt u dat de mensen in Paulus' dagen de apostel zag als wonderlijke predikers, mannen met Gods Bijbel in hun handen. Ik heb het zo dikwijls ondervonden. Maar kijk vandaag naar de tv-predikers en beoordeel hun boodschap met die van de Bijbels en u zal zien hoe vals hun boodschappen zijn. Dan begrijpt je ook Efeze 6 vers 12. Hun bediening is bedrog en misleiding. Met maar één doel, om hun toehoorders hun verstand te verduisteren. Veel zijn gezanten van Satan. Tot slot, bedenk steeds weer, jullie tegenstander de duivel gaat als een briesende leeuw tekeer om te verscheuren. Wees daarom standvastig in het geloof.
Tot zover het eerste gedeelte. In het volgende gedeelte, in hoofdstuk 2, ga ik u vertellen Christenen en de leer van demonen. Mag deze opname u sterken in uw geloof, u aansporen om studie te gaan doen, om zelf te kunnen ontkomen aan aanvallen van Satan. Hij is onder ons. Kijk maar in abortusklinieken, waar artsen, waar we zo tegenop kijken, ongeboren leven in stukken rijten. Kijk om u heen, op scholen. Ik woon recht tegenover een school. Ik zie hele jonge kinderen staan roken en drinken. En diezelfde kinderen gaan 's avonds uit en dan slikken ze ecstasy. Ze slikken andere pillen, ze spuiten, ze slikken wat maar te slikken is. En hossen en dansen en denken dat ze dan plezierig hebben. Wat komt er van die kinderen terecht? Als je toch recentelijk ziet dat er 2 jonge meisjes en 2 jonge jongens in een verschrikkelijk drama zijn geëindigd. Hoe haalt een jongen van 14 en 16 jaar zoiets in zijn hoofd? Als je niet van tevoren geprogrammeerd wordt met allerlei rotzooi wat op de televisie en op internet te vinden is. Want de internet is ook een riool van Satans rotzooi. Je wordt er misselijk van als je daar naar kijkt. Maar we kunnen ook een ander geluid laten horen van verlossing, genade, vrede en gerechtigheid. En dit is wat wij als Radio Ecclesia en als Ecclesia Evangeliekorps doen, proberen de mensen terug te brengen naar die grote herder van Israël, zodat zij deel kunnen maken, uit kunnen gaan maken van het nieuwe koninkrijk. Eenvoudig, door berouw, bekering, wedergeboorte, dopen enzovoort. Ik blijf het herhalen, omdat dat de enige redding is voor ons. Je kunt nu een slechte tijd hebben. Ik heb het gezegd, als je ongeneeslijk ziek bent, dat is geen fijne tijd. Maar ik geef niet op. Zolang ik leef, zal ik het evangelie van het koninkrijk blijven verkondigen. Want ik heb net gelezen hoe wij veranderd zullen worden en deelgenoten zullen zijn, maar dan voor eeuwig in het koninkrijk van de gezalde Messias van Israël. En daar kijk ik naar uit. En ondertussen doe ik mijn werk. Mogen ook de God van Israël u aanraken, uw gedachten veranderen en hem aanvaarden als uw persoonlijke verlossing. Want dat kan nu. Amen.